De horeca, dus ook in Haarlem, blijft voorlopig nog dicht. Maar als je niet naar de kroeg kan, dan komt de kroeg toch gewoon naar jou toe. Even een biertje tappen? Ja. In Haarlem hebben ze daarom nu Gappie Tappie bedacht. Barmannen en vrouwen van 12 cafés uit de stad komen de komende weekenden aan huis een biertje tappen bij hun stamgasten. Oh, kijk eens Daan. Zo, geweldig. Nou, kijk. Gappie Tappie. Heerlijk. Proost. Mag er eindelijk weer uit. Ja. Heerlijk. Ja, 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 ja. Thuis zitten, dat vind ik eigenlijk maar niks. Nee. Nee, ik kan ook lastig thuis werken. Ja. Behalve dan het zelf innemen. En hoe leuk is het niet om een biertje vers te tappen bij iemand voor de deur? Ja. We hebben allemaal lekker wat te doen. Alle cafés weer een beetje blij. En het gaat uiteindelijk om de saamwoordigheid en de gezelligheid. Nou, en elke initiatief om de horeca te steunen, nou, daar wil ik wel graag aan bijdragen. Zo. Ja, maar 12:15 is het niet wat vroeg? Het is wel wat vroeg zo. Maar ja, een biertje op zijn tijd vaart altijd goed, hè? En dan kun je zelf uitkiezen welk café jij bij de deur wil hebben. En ook welke barman of barvrouw? Daar gaan de cafés zelf over. Oké, okay. Ja. Maar je mag wel een voorkeur opgeven. Je mag zeker een voorkeur opgeven. Als je denkt van nou, die schone dame met die mooie blauwe ogen, die wil ik wel heel graag aan de deur hebben. Ja. Dan gaan we gewoon ons best doen. Daan, wilde je niet die mooie vrouw met die blauwe ogen? Nou ja, ik moet zeggen dat ik ben allemaal heel blij met het initiatief. Maar ja, ik denk dat ik ruzie krijg met mijn eigen vriendin als ik dat ga doorgeven. Geniet ervan? Is goed, ik ga lekker van Weeks genieten. Top. Okay. Is goed. Hey. Hoi hoi. Hoi hoi.